Ik ben Merem Almadje. Ik ben voor het eerst Vlaams parlementslid. Ik heb natuurlijk wel een carrière gehad in het federaal parlement. En ik ben op dit moment ook nog partijvoorzitter van Groen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Omdat ik draai al wat jaren mee. En elke keer als ik op een lijst ga staan, voor mezelf de reflectie maak, vind ik dat mijn werk af is en wat kan ik bijdragen. Ik wil echt die samenleving ten goede veranderen. En op dit moment, meer dan ooit tevoren, liggen er eigenlijk wel wat uitdagingen. De wereld warmt op en de samenleving verkilt. Zo wordt het soms een beetje samengevat. Ik geloof dat er heel veel mensen met veel engagement zijn in die samenleving. En ik geloof ook meer dan ooit dat de politiek samen met hen en met middenveld de handen in elkaar moet staan om die grote uitdagingen van armoede, van ongelijkheid, van klimaatverandering, de sociale uitdagingen, de wachtlijsten in de zorg enzovoort, moet aanpakken. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Hectisch. Ik ben natuurlijk geen gewoon parlementslid. Ik ben al hiervoor altijd federaal fractieleider geweest, maar er is toch nog altijd een verschil. Als partijvoorzitter zie je samen met je fractieleiders de resultaten binnenkomen, maar je moet ook nadenken over pers. Wanneer communiceer je? En ik heb toch ook gemerkt, en dat is een groot verschil met vroeger, dat men al van 's morgens vroeg aan je deur staat tot 's avonds laat, midden in de nacht. Eigenlijk tot zeer vroeg 's morgens. En ja, dat is wel nieuw voor mij. Er was heel veel te doen in de media. Er werd ook lang naartoe gewerkt. En dat was deze keer toch anders dan de vorige keren. Maar ik heb toch zoveel mogelijk proberen genieten samen met mijn militanten van toch wel de vooruitgang die we hebben gemaakt. Ondanks de woelige wolken voor de rest. Bent u tevreden met het resultaat? Oh, het is dubbel. Hè. Het is de tweede beste uitslag ooit. Ik heb onlangs op ons zomerweekend in Nieuwpoort, waarmee we de zomer samen als partij afsluiten en het nieuwe werkjaar voorbereiden met al onze militanten. Ik heb daar gezegd van het is onze tweede beste uitslag ooit en onze partij staat ook effectief vandaag als een van die winnaars na de verkiezingen. En we zijn nog nooit zo groot geweest. Samen met die lokale verkiezingen hebben we nog nooit zoveel leden, militanten, mandatarissen gehad. Ook de grootste fracties ooit in de parlementen. We zitten in de Brusselse regering. Maar we hadden natuurlijk wel meer gehoopt in die federale verkiezingen. We moeten daar ook niet flauw over doen. Maar het allerbelangrijkste is ons vermogen om te leren. En nu te kijken hoe dat we nog beter kunnen doen. Maar terwijl dat bij de lokale verkiezingen we echt wind in de zeilen hadden, kwam die in de campagne echt wind op kop. Het was zeer duidelijk. We hebben toch wel een hele grote tegenbeweging gekregen vanuit rechts en extreemrechts. Dat was ook omdat we relevant waren en nog altijd zijn. Als je gaat kijken dat wat wij hebben voorgesteld om 10.000 hectare groen te realiseren, om over te gaan naar een circulaire economie, om een uitfasering te krijgen van fossiel, dat nu overgenomen wordt met veel knarsetanden door andere partijen, dan zie je dat gewicht van die groene partij. Maar ja, het valt niet te ontkennen dat wij midden in dat debat zaten, in die campagne, vol in dat debat zaten. En daarbij maak je wel eens fouten, maar het belangrijkste is hoe ga je verder. En je ziet toch wel dat wat door sommigen werd verguisd ervoor, nu plots en door CEO's, 50 CEO's die een brief schrijven, als door onderhandelaars op tafel wordt gelegd. Dus dat toont toch ook wel aan dat we nog altijd centraal in het debat zitten met onze inhoud. Maar ik wil er ook wel even aan herinneren, en dat vind ik wel belangrijk, de peilingen waren over de volle lijn fout. Hè. En als er één ding duidelijk was, is het wel dat de Zweedse partijen afgestraft zijn door de kiezer op alle niveaus. Wat zijn uw verwachtingen over hun nieuwe functie? Eigenlijk heel veel. Het is een nieuw hoofdstuk en ik heb er eigenlijk heel veel goesting in. Ik ben een dossiervreter. Ik heb me in het federaal parlement, zoals iedereen wel weet, bezighouden met de grote bankendossiers. Ik heb daar mijn bijnaam daaraan bijgehouden, Miss Dexia. En eigenlijk wil ik hier ook wel een beetje de bijnaam Miss Circulaire Economie, om het dan zo te zeggen. Want een van de zaken die ik daar en dat is al van in 2007 op de agenda had gezet, was de ingeplande veroudering. Toestellen die veel vroeger dan dat ze eigenlijk zouden moeten kapot gaan. Een printer die zegt dat de inkt op is terwijl er eigenlijk nog inkt in zit. Een tandenborstel met een tellertje die plots stopt met werken terwijl er eigenlijk niks, een elektrische, terwijl er eigenlijk niks mis mee is. Vergelijkbaar wil ik hier het dossier van de circulaire economie op tafel leggen. En ik zou heel graag hebben dat tegen het einde van deze legislatuur statiegeld gewoon
ingevoerd is. Hè? Dat we daar, dat we iets wat iedereen weet dat dat werkt, hè? Dat we dat gewoon doen als Vlaams parlement en dat we dus effectief die ambitie hebben om op vlak van circulaire economie het meest evidente gewoon in te voeren en te kijken hoe krijgen we onze haven klimaatneutraal, welk pad daar naartoe. En dat we die debatten toch echt voeren en voor mij uiteraard is daar ook een Antwerpse insteek in. Het INEOS-dossier heb ik mij al over laten horen nog voor ik in het Vlaams parlement was. Maar dat is wel cruciaal. Hè? Hoe gaan wij om met fabrieken die teren op, die werken op schaliegas ingevoerd vanuit de Verenigde Staten, waar een enorm milieudebat daar rond gaande is, en hier wegwerpplastics te gaan produceren, terwijl Europa bijvoorbeeld al heeft gezegd dat we gaan stoppen met wegwerprietjes enzovoort. Welke toepassingen nog wel? Hoe past die fabriek in het pad naar de toekomst? En dat debat, wel, hoe maken we dat waar dat we klimaatneutraal willen worden? Dat is iets waar ik ongelooflijk in geïnteresseerd ben. En diversiteit is ook een van mijn dadas. Dat weet men wel. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar diversiteit in het onderwijs. Het zijn twee debatten die heel veel hevige emoties oproepen, maar waar iedereen wel van voelt dat zoals het nu is, het niet goed is. Dus laat ons daar dan vooral als Vlaams parlement kijken naar wat werkt en wat niet werkt en geen debatten voeren die de bevolking meer verdelen. Want zoals ik het al eerder heb gezegd, wie zijn volk graag ziet, verdeelt het niet. En voor mij is het de zaak om iedereen die in Vlaanderen woont zich Vlaming te doen voelen en erbij te laten horen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik ben partijvoorzitter. Bij ons in de partij moet je daar een uitzondering voor krijgen op een congres. We hebben binnenkort ook een congres dat gaat over de toekomst van onze partij, de verschillende organen, maar ook dat voorzitterschap. En dat is goed. Ik heb dat ook de afgelopen 5 jaar gecombineerd in het federale parlement. En ik heb me daar echt nog bezig gehouden met het Optima-dossier enzovoort. Ik denk dat ik de enige voorzitter ben die effectief in de feiten met dossiers is bezig geweest. Ik ben van plan dat goede werk ook hier verder te zetten, dat goede voornemen. Ik vind als je hier zit, dat je ook een verplichting hebt ten aanzien van dit halfrond. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Welk sociaal leven? Nee, dat is natuurlijk de impact. Op dat vlak voor mezelf blijft er weinig over. En wat voor mij wel belangrijk is, is mijn basis, is mijn familie en mijn vrienden. En die hebben al heel veel verdragen van mij. Maar op het moment dat zij zouden zeggen, nu gaat het echt niet meer, dan moet je stoppen natuurlijk. Hè. En ik ben blij dat dat de afgelopen jaren ik van hen alle steun heb gekregen om mijn hart, mijn passie te kunnen volgen. En het zal altijd zoeken zijn naar het evenwicht. Want de harde realiteit is voor iedere man of vrouw die een gezin heeft, dat het heel veel puzzelen is. Elke dag opnieuw. En zeker in de politiek met uren die wel eens kunnen uitlopen. Ik ben blij dat ik een heel breed netwerk heb, dat ik daarop kan terugvallen. Maar het is elke dag puzzelen. Je moet het niet romantischer maken of mooier voorstellen dan het is. Dat is niet altijd evident. Ook omdat ik ervoor heb gekozen om wel een mama te zijn die nog heel erg... Ik wil echt nog betrokken zijn bij een aantal dingen die gebeuren thuis. Dat is de keuze die ik wel belangrijk vind. En ik zie dat bij veel collega's. Maar dat vergt wel wat... wat kunst en vliegwerk. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Goh, ik denk, en dat is natuurlijk altijd teamwerk, en we hebben de afgelopen jaren met onze fractie hier in het Vlaams parlement in Brussel en in het federaal parlement echt gewogen op dat beleid, gewogen op de debatten. Bart De Wever heeft dezelfde keuze gemaakt als de vorige keer om voor een Zweedse coalitie te gaan. De manier waarop dat is gebeurd is nogal opmerkelijk. Maar goed, daar moeten zij zich dan ten aanzien van positioneren. Maar die startnota daar, die mist wat ons betreft, heeft misschien wel veel mooie woorden. Maar die mist wat ons betreft de acties om dat in realiteit om te zetten. En specifiek wat ik daarnet al heb gezegd, bijvoorbeeld rond circulaire economie, wil ik dat we de komende jaren wel wat stappen vooruit zetten. Want je kan de problemen niet voor je blijven uitschuiven. Maar we hebben een fantastische fractie met heel veel mensen met expertise. En ik kijk er naar uit om samen met hen die bakens te verzetten. En dus over 5 jaar hoop ik dat we op vlak van circulaire economie toch wel in een klimaatneutrale haven toch wel stappen vooruit hebben gezet.